We zijn aangekomen bij de letter D. En de D gaat als volgt. Oranje, rood en groen. Oranje, rood en groen moeten we overbrengen naar zwart. Die kleurtjes willen we zien. De kleurtjes die we willen zien leg je aan deze kant neer. Dus geel en blauw gaan deze op het kartonnetje blijven. Zorg ervoor dat je even alles in volgorde legt. Dat het precies ligt zoals het hoort. Als je tevreden bent, één omwenteling met zwart. Daar gaan we. Eentje met zwart. En je draadje gaat in de knoop zitten met je andere draadjes. Ik ben aan het laatste stukje bezig, dus haal je draadjes even uit het zwart. Je houdt hem in je andere hand weer vast. Ik hoop dat ik in frame was. Dus alle drie, oranje, rood en groen, gaan die kant op. Geel en zwart gaan die kant op. Eén zwarte omwenteling. Dan gaan we nu kijken, alle kleurtjes hebben we nodig. Dus alle kleurtjes gaan naar zwart. Je zorgt er weer voor, houd even vast met links, dat alles netjes op de kleur ligt zoals je het wil. Dus ik heb geel, oranje, rood. Kijk, en blauw en groen zijn ondertussen bijna gewisseld. Dus zorg ervoor dat het echt netjes ligt, want je ziet het terug in je alfabet. Als je tevreden bent, moesten we één keer met zwart. Ik zal even het kaartje hier neerzetten. Hier waren we gebleven. Eén keer. Dus we gaan hem even recht zetten. En dan één keer er tegenaan. Vasthouden. Even mijn draadje eromheen. De draadjes eruit halen uit je zwart als dat nodig is. Je rechterhand neemt het weer over. En houdt hem vast. En dan gaan we naar de volgende. Geel en blauw. Twee keer. Dus geel mag blijven staan. Die willen we graag zien. Oranje, rood en groen gaan terug naar het kartonnetje. Blauw blijft staan op zwart. Zorg ervoor dat het weer klopt. Kijk, blauw vind ik dat hij een beetje omhoog gaat. Dus trek die een beetje zo terug. De rest vind ik prima. En hoe vaak moest ik dat doen? Twee keer. Dus geel even wegzetten, blauw even wegzetten. En dan gaan we met ons draadje één keer eromheen. En als je draadje erin zit, even je draadje loshalen. Twee keer eroverheen. En vasthouden. Dus nu hebben we dit stukje gedaan. We schuiven hem op. En we hebben nu alle kleurtjes, geel, oranje, rood, groen en blauw, willen we zien. Dus alle kleurtjes brengen we naar zwart. Dan gaan we weer zorgen, als we het hier vasthouden, dat het op volgorde ligt. Oranje onder de gele. En blauw onder groen. Klein stukje opschuiven groen. Zo ja, die ook. Als je tevreden bent. Oh, dat was een frame, maar ik was alleen maar het recht leggen. Als je tevreden bent. Twee keer moesten we omwentelen. Dus één, strak er tegenaan. Twee, strak er tegenaan. Ik kan het met links en rechts. Kijk voor jezelf wat jij prettiger vindt. Als het maar netjes strak er tegenaan ligt. We zijn nu klaar met de letter. Dat betekent dat alle kleurtjes terug moeten naar het kartonnetje. Om de letter af te maken. En dan ook weer zorgen. Geel, oranje, rood, groen en blauw. En als je tevreden bent. Ik moet hem eventjes voor mezelf goed leggen. Kijk, als je tevreden bent dat ze goed liggen, hou je het goed strak vast en ga je één keer eroverheen en twee keer eroverheen. En we hebben de letter D gemaakt. Ik kan
altijd met je nagel een klein beetje de letter weer in proportie brengen dat je denkt, dan ben ik tevreden. Dit was de letter D. Bedankt voor het kijken. Oh, ik ga het diagram nog even laten zien. Ben ik vergeten. Hij is 6 breed. Aan de bovenkant maar 5. Maar kijk, hier is er nog één. Dat is 6. 5 naar beneden. De kruisjes zijn de kleurtjes die je graag wil zien. En dan krijg je de letter D. Bedankt voor het kijken. En tot je volgende letter. Dag.